Het zijn eigenwijze dames met pit. Althans, dat zeggen ze van zichzelf. En ze repeteren, oefenen in dit schoolgebouwtje. Er is nu nog niks aan de hand. Ik heb een microfoon bij me. Ik ga u vertellen hoe ik ze ga verrassen. Kom maar mee. Ik heb hier namelijk een microfoon bij me. En die microfoon, dat is een zaalmicrofoon. Dus straks horen ze wel mijn stem. Ik ga ze ook het een en ander vertellen dat ze door zijn. Maar ze zien me nog niet. Hilariteit, natuurlijk. En blijdschap, hopelijk. Hear them loudly cry, oh jazz man. Don't stop the music, you jazz man, jazz man. Oh. It won't be dames van Dutch Pride. Nou. Ja, wat mooi. Zo, maar om maar te zeggen van jongen. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Ja. Oké. Nou, dan vertel ik het aan jullie. Jullie zijn door. Ik vraag het dus ook een beetje vanwege de opdracht die we voor jullie hebben. Want we hebben natuurlijk een opdracht. En ja, dat is best een heel bijzonder liedje. En ik hoop dat jullie daar dan zoiets van kunnen maken. Dat ze toch ook zeggen, het is typisch iets voor Dutch Pride. Is dit hem? Ja? Pretty Woman. Ken je het? Ja? Nou, laat even kijken hoe het gaat. Laat even horen ook. Dus we zijn trotse vrouwen. Trots op wie we zijn en wat we doen. Pretty Woman. Wij zijn gek. Wij doen gek. En deze vrouwen van dit spijt, die moeten gewoon aangepakt worden. En er moet iemand voor staan die dat durft. Wat is ons hoofddoel? Show. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. En naast me, dames en heren, staat een glunderende nieuwe dirigent. Die dirigent, op de avond dat ik ze kwam verrassen, kwam hij solliciteren. Kwam binnen met zijn koffertje. En hij is aangenomen, dames. Dat is goed bevallen met hem, hè, met Simon. Ja, Simon, bevalt jou ook goed met al die dames? Ja, het is een fantastische groep. We hebben een ontzettend uitdagend arrangement van Nico gehaald. Fantastisch gemaakt. Niet te klappen, Simon. Oh, niet te klappen. Maar, oh. Natuurlijk, leuk dat je Nico er even bij haalt. Zo. Er zijn twee dames, Jetske en Stephanie. Jetske en Stephanie, kom even naar beneden doen, want dit is een heel leuk verhaal. U zult denken, waarom is een zonnebril op? Maar dat hoort bij de acte, bij wat ze straks gaan doen. Hallo, ik heb het net al een beetje... Simon, je hoeft niet helemaal weg. Simon staat al bijna bij de afslag. Het harde. Nee. Simon mag gewoon blijven staan. Het grappige is, dames en heren, moet ik even thuis vertellen. Jouw man zit in de... Whale City Sound. Hallo, Whale... Whale City Sound. De Whale City Sound. De Whale City Sound. Dat is een groep die straks ook gaat optreden. En jouw vader, Stephanie... Die zit ook in Whale City Sound. En dat ja, u kunt erom applaudisseren, dat hoeft niet. Want dat is het zonde... Nee. En het gek is dus... jouw man zit in een andere groep. En dat wisten we niet van elkaar. Nee. Maar er zit een groot verschil tussen. En qua kilometers... Want er zit 50 kilometer tussen. Ja, dus maar... iedereen bedenkt, hoe zit dat nou? Nou, dat zit heel goed. Ik bedoel, hoe zit het nou dat jouw man in de Whale City Sound, dat hij ook meedoet? Nou, ja, dat is... En mag ik iets anders vragen dan misschien? Dat is beter. Je bent in de studio. Hoe zijn ze? Hoe is de Whale City Sound? Die zijn goed. Maar? Maar wij zijn veel beter. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Het is man en vrouw. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Want thuis, waar hebben jullie geoefend dan? Waar ging jij oefenen? Ja, jij woont misschien niet meer thuis. Ja, ik woon nog wel thuis. Je woont nog bij papa? Ja, ik oefende gewoon thuis als mijn vader er niet was. En hij oefende regelmatig in de auto. Ja. Zelfs ook als ik erbij was. En toen zei ik van, nee, doe maar niet hoor. Ging je man Koren, ken Koren een beetje. Ging je niet vragen van, wat moet jij doen als opdracht? Hij was heel nieuwsgierig, maar dat ligt gewoon heel erg moeilijk. Omdat hij helemaal gek van ons Koren is. Dus we hebben echt een probleem vanavond. Ja, wat?
als zij nou winnen en jullie niet? Of als jullie allebei winnen? Dan wordt het vannacht nog heel laat. Simon? Dan wordt het een latertje, Simon. Ja. Oh? Okay. Ja. Goed, nou, alles uitgelegd. Ga terug naar jullie plekje. Hartstikke leuk. Ik vind het een verhaal, hoor. Hij en zij en een papa en een dochter. Ze zingen Pretty Woman van Roy Orbison. Hier is Dutch Pride. We hadden het al gezegd, hè? Het wordt een latertje. Even Nico, hè? Ja, Nico. Ja, Nico van der Linden, onze muzikale duizendpoot, absoluut. Ik denk dat ik het eerste Jeroen pak. Dat klinkt een beetje raar, maar je weet wat ik bedoel, Jeroen. Wat is ontzettend leuk om jullie te kijken. Want jullie hebben zo waanzinnig veel lol dat ik hier zelf plaatsvervangend met jullie mee zit te genieten met hoe jullie daar staan te zingen. Ja, en hoewel ik vorige week me helemaal de bultjes kreeg van die koor die helemaal van dat soort nerveuze bewegingen stonden te maken. Bij jullie vond ik het heel goed vorige week. Ja, waren heel goed. Maar dat vond ik hier, stoorde het me totaal niet. Wat ik me wel afvraag, ik probeer mijn kritiek heel zorgvuldig te formuleren vanavond natuurlijk, wegens boze mailtjes. Ja. Waarom die kleding? Want het ziet er een beetje uit alsof jullie in de haast naar de feestwinkel zijn gerend naar Koninginnedag. Jammer nou weer. Met een beetje verschoten stropdasjes. De zon, ik kan het uitleggen, ik neem het voor jullie op. Pas op, let op. De zonnebril is Roy Orbison. Ja, dat snap ik. Zover was ik. En de rest is een feestwinkel, inderdaad. Feestelijk. Ja. Ja, maar als je... Nee, maar luister. Ivo, voor alle duidelijk. Als je tjak en je doet en je staat stijf gekleed zoals dit pak nu, dat is het niet. Dat kan het niet. Nee, ik kan me voorstellen, maar je hebt ook geen boa om. Maar het... Nee. Kijk, het is een barbershopkoor. En niet waar dat het er is uit ontstaan, maar het is wel afkomstig van de revue. Ja. En dat verklaart ook heel veel toeters en bel in kleding en in glitters. En dergelijke. Dan, dan nog, denk ik, van zorg dan op zijn minst even dat je allemaal dezelfde stropdas hebt. Voor de rest helemaal te gek. En wat ik nog afvroeg, maar misschien dat Janke dat weet, dat ik soms het idee dat jullie heel hoog aan het zingen waren, een beetje aan het knijpen, maar dat weet ik... Ja. Het is eigenlijk wel mijn programma, dat je nu plotseling geeft. Het viel mij op als argeloze kijker. Het arrangement is voor de sopranen behoorlijk hoog. Ja, hoog. Dus, en om dan veel power te geven, dat is gewoon verdomd moeilijk. Ja. Hè, dat zou ik ook niet zo... Ik geloof dat het een hoge F is wat jullie op een gegeven moment moeten zingen. Ja, en dat is een behoorlijk hoge noot om daar veel kracht op te geven. Okay. En ik vind ook, als ik hier naar kijk, weet je... Dan vergeet ik dat soort dingen eigenlijk, van technisch zingen. Omdat het zo'n enorme theatrale aanpak is. En jullie zeggen zelfs al, jullie hoofddoel is show. Nou, dat lukt, want ik heb me echt... Ja, ik heb ontzettend zitten lachen. Vooral om de parodie op het machismo van de dames rechts. En daar hou ik echt van. We gaan verder, want dat is hartstikke goed.